Stratenmaken is een eeuwenoud beroep en op het eerste gezicht lijkt er niet zoveel te zijn veranderd. Maar ja, of dat echt zo is, dat ga ik vandaag hier ontdekken. Ja, met marketingattributie en in Engeland zijn ze veel meer... Waar lopen ze nou voor? Waar zijn voorlopen? Ze vernieuwend? Ja, absoluut, hier. New York. Ja, New York ook. En Uden. Ja, voornamelijk ook, nou, ik denk dat het Nederlandse of Europa, dat Nederland, de Nordics vaak, maar ook zeker Engeland vooraan lopen in deze markten. Ja. Dus je zegt eigenlijk juist door die verschillende plekken kan je van alles weer, kan je overal weer wat uithalen? Ja, eens. Ja. Dus het is belangrijk om connected te zijn met de hubs. Hè. We leven in een hyper-connected economy. Mm-hmm. Dat betekent dat alles overal zijn, maar je kunt niet overal zijn. Dus dat betekent... is helemaal hot. Dus ik ga nu een tarwegrasshotje halen bij de Soul Sister. Een drogist gespecialiseerd in natuurlijke supplementen en superfood. En wat ik vooral wil weten, is al dat groen ook nog een beetje lekker? Heb je een voorbeeld van een project wat nu loopt, waarvan je denkt, dat is echt leuk? Ja, we hebben een heel leuk project om het even te noemen. Dat is een nieuwe film van Michiel de Ruiter. Die komt eind januari uit, 2015. Wauw, voor een film? Voor een film. En daar hebben wij alle vlaggen voor mogen maken. Het unieke daarvan was, de vlaggen moesten er oud uitzien. En dat hoe, doe dat? Ja, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Dat zijn we niet gewend. We kennen alleen maar nieuwe vlaggen. Ja, precies. Maar we hebben... Mocht je eigenlijk heel slecht werk afleveren. We mochten eigenlijk... Nou, we hebben het gedaan met de digitale techniek. Ja? Je, als je de opbouw doet van een plaatje, zal ook weer niet te technisch worden, maar dan kan je dat filters overheen zetten. In het digitale plaatje. En van afstand lijken de vlaggen dan oud. Maar dat is wel leuk. Dan kan je dus toch het digitale nieuwe, maar kan je nog wel inzetten om iets oud te maken. Precies. Ik loop hier in de noordelijkste provincie van Nederland, namelijk Groningen. En ik duik vandaag in de wereld van de geo-ICT. Expert Hugo van Vliet, die weet daar echt alles van. Ik zie hier wat liggen. Is dit ook een spoor? Ja, dit is het baanvaakje putten naar Nunspeet. Maar dit ziet er heel ingewikkeld uit. Ja, dit zijn zoals de sporen buiten liggen, zeg maar. Dus hier heb je het emplacement met de wissels. En dan krijg je hier zo heel het stuk verder. En hier wordt gewerkt s'nachts door mensen van ons. En die moeten wij dus beveiligen. Nou, ik vind het wel heel knap, want het is best wel een verantwoordelijkheid. Ja, het is elke keer weer puzzelen. Wat is nou de grootste uitdaging hierin om te zorgen dat dit altijd weer goed gaat? Ja, dat is... Dat is eigenlijk al de uitdaging. Ja. Maar wij werken ook altijd in teamverband, dus hetgeen wat ik maak wordt altijd gecontroleerd. Ja. Het vier ogen systeem, dus alles wordt gecontroleerd. En als laatste, wat vind jij nou het allerleukst aan het werk? Nou, het is elke keer een andere buiteninstelling, dus het is elke keer anders en door heel Nederland. Precies. Wij zitten overal anders. Afwisseling genoeg. Ja. Inkoop lijkt op het eerste oog een heel eenvoudig proces, maar in de realiteit is het veel ingewikkelder dan je denkt. Ik ga daarom langs vandaag bij een hyperspecialist op het gebied van operationele inkoop. Ja, we zitten een van de topmachines in de landbouw, de Fendt 722 Vario Profi uitvoering. Dat klinkt heel top, maar waarom is het zo top? Nou, het is top eigenlijk vol met elektronica. En uiteindelijk het eindresultaat om dat te zien. Dan kan je daar gewoon gaan eten bijvoorbeeld en dan zie je het gewoon om je heen. Precies, geweldig. Dan zie je eigen product daar op tafel staan. Dan komen hun producten vooral van kleine boeren uit de streek. Want de producten van As die worden bepaald door de natuur, in zijn meest pure vorm. Nou, dat wil ik graag zelf leven. Dat kan ik me voorstellen. Je bent al heel lang eigenlijk niet meer aan het studeren. Ja. En dan moet je weer. Ja, precies. En zo voelen ze het soms ook. Ja, dat is best een hobbel. Ja. En die eerste les gaat het daar dan ook meestal over. En dan vinden ze meteen ook aanknopingspunten bij elkaar. Oh, heb jij dat ook? En ja, dat helpt dan wel om die eerste les door te komen. En weer huiswerk te gaan maken. En ja. Maar jij ziet uiteindelijk dat hele proces. Wat zou je nou tegen die mensen zeggen die nu bijvoorbeeld twijfelen? Denken, oh, moet ik dan gaan beginnen? Ja, zeker doen. En zo blijven we allemaal flink in beweging. Wil je nou meer weten over fysiotherapie? Kijk dan even op mijnlevenmijngezondheid.tv. Ik wil nog groter worden. Ja, nou, wij willen stevast tot de top 3 van Nederland worden. Oh, heel goed. Ja. En hoe ga je dat bereiken? Ja, door gewoon te doen wat we doen. Gewoon onze beloftes nakomen. Alles dat we zeggen of doen, zoals direct de telefoon opnemen, offertes versturen op dagbasis. Mensen die iets op per post willen hebben, dat ze dat ook per post krijgen en niet van nou, het is een website, dus je krijgt het alleen maar digitaal. Het is echt wel grappig, want mijn eerste insteek was eigenlijk het gaat om die website, maar als ik jou nu zo hoor praten, gaat het om de service. Het gaat om de service.
En uiteraard, de website is vind ik eigenlijk ook je deur. Ja, precies. Daar begin je. Daar begin je. Dus die moet je niet kwijtraken. De deur moet je niet kwijtraken en die deur die moet ook heel goed zichtbaar zijn. Ja, maar dan ben je er nog niet. Maar dan ben je er nog niet juist. Het hele pakket erachter zorgt ervoor dat de potentiële klant ook daadwerkelijk klant wordt. Ja, en tevreden blijft. En tevreden blijft, want bij het afsluiten van de rekening houdt het echt niet op. Wat zijn nou de resultaten die je hiermee boekt? Nou, bij training heb je echt wel verbetering van kracht of van uithoudingsvermogen. Ja. Doordat je natuurlijk wat extra impuls geeft op de spier. Maar daarnaast in herstel kan je wat efficiënter en wat beter herstellen dan dat je normaal gesproken doet. Dus je moet blijven bewegen en ontspannen met deze combinatie zou super zijn. Ja, inderdaad. Wil jij nou ook meer weten van elektrostimulatie? Kijk dan op mijnlevenmijngezondheid.nl. De zorgsector is continu in beweging. En als ondernemer in deze branche moet je natuurlijk goed op de hoogte zijn van alle veranderingen en er ook weer zo goed mogelijk op inspelen. Ik praat vandaag met Hans Stravers en hij is directeur van een grote zorginstelling. En inderdaad, het is een revalidatiecentrum. Als ik er rondloop voelt het bijna als een hotel, zeg maar. Wat is daar zo belangrijk aan? Het is heel belangrijk dat mensen die zich eigenlijk al slecht voelen, dus die hier komen om te revalideren, die geopereerd zijn, vaak verzwakt zijn, 50% van de mensen komt ondervoet binnen bij ons al, om die in een omgeving te plaatsen waar ze zich fijn voelen, gepamperd voelen en waar we echt zeg maar, inspelen op hun wensen. En wat is dan nou precies het verschil tussen een hotel en dit revalidatiecentrum? De mensen die komen hebben heel veel speciale behoeften, zeker op het gebied van diëten. Dit was alweer de laatste aflevering van dit seizoen. En we hopen dat je geïnspireerd bent geraakt, dat je wat gehad hebt aan onze tips. Maar we gaan niet weg. We komen met een nieuw seizoen op 28 augustus. En dan zien we je heel graag weer.